Goedemorgen jongens en meiden, vandaag alweer de vierde dag in Centerparks, de Eemhof, de ene laatste dag. Vandaag gaan we nog wel een hele leuke dag van maken. We gaan dadelijk minigolfen, dus dat wordt ook nog hartstikke leuk. Dus wij gaan gewoon nog een leukste laatste dag van maken. Vanmiddag gaan we ook nog zwemmen, want gisteren hadden we ook gezwommen, maar zijn de beelden niet opgeslagen. Dus die komen vandaag dan wel hopelijk erin. Maar we gaan het wel zien wat we vandaag weer gaan meemaken. Maar het wordt vast weer een leuke dag. Oké, jongens en meiden. Het golf gaat bij ons niet door. Wij gaan zo op de waterfiets, omdat het toch nog lekker weer is. En wij toch nog even het water op willen. We hebben een waterfiets geregeld. Dus daar gaan wij nu naartoe. En dan mogen wij een uurtje lekker op de waterfiets gaan trappen. Dus dan ga ik weer wat beelden maken op het water. Dan zien we het wel wat we allemaal gaan tegenkomen. Oké, jongens en meiden, we hebben de waterfiets gekregen. Ik zit hier samen met mijn zus en we gaan lekker trappen. Maar we gaan achterin zitten. Nee, en dan gaan we lekker de boom sturen. Ja. En dan ga ik even wat beelden maken van, het water als we iets tegenkomen. Hier zo. En hier komen dus wat beelden. Nou jongens en meiden, wij zijn alweer uit het bootje. We hebben niet zo'n half uur op het water gezeten, want er is echt helemaal niks aan. Het is een klein meertje waar je niet verder kan. Hier is de kade, je kan naar achter. Daar is een brug afgesloten omdat we aan het bouwen zijn. En dan loop ik even hier naar beneden. Dat loopt tot daar achter en dat is het. Dus je hebt eigenlijk echt helemaal hier niks aan. Dus wij gaan kijken of we nog iets anders kunnen gaan regelen. Want hier is echt gewoon niks aan geweest. We hebben wel wat leuke foto's gemaakt, maar alsnog. Wij gaan kijken of we iets anders kunnen regelen. Oké, jongens en meiden, we hebben toch nog kunnen regelen dat wij gaan mietje golven. Dus dat gaan wij nu doen. Ik ga proberen wat beelden voor u te maken. Ik weet niet of dat gaat, maar ik ga wel mijn best doen. Dus hier gaan de mietje golf beelden komen. Oké, jongens en meiden, wij hebben net gegolfd zoals jullie zagen aan de beelden. Als het goed is heb ik gewonnen, maar dat weet ik niet zeker. We hebben eigenlijk nog niet echt geteld. We lopen nu over de brug waar we net met onze waterfiets hebben gevaren. Dit is het dus eigenlijk. Dus daar lopen we weer op dezelfde brug. Maar het golfen was in ieder geval wel leuk. Wij lopen nu terug richting ons huisje. Gaan we even eten. En dan gaan we dadelijk zwemmen. En vanavond gaan wij lekker gourmetten. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. Dus de vlog is nog niet klaar. Maar het golfen zit er wel op. Nu even terug naar het huis om te eten. Oké, jongens en meiden. Wij hebben even lekkere broodjes gegeten. Wij gaan nu richting het zwembad lopen. Om lekker te gaan zwemmen voor de laatste keer. Ik ga proberen nu de beelden wel voor jullie te maken. En anders sorry alvast. Maar ik ga wel mijn best doen om ze erop te krijgen. Dan zie ik jullie zo bij de beelden. En anders zie ik jullie daarna weer. Dus ik hoop dat ze opkomen. Oké, jongens en meiden, wij zijn net teruggekomen van het zwemmen. Zoals jullie zagen in het vorige afbeelding tekststukje, zagen jullie dat ik niet mocht filmen. Ja, mocht niet. Ik mocht geen filmpjes maken van dat ik van de glijbaan afging. Ik heb wel een foto hier van links van mij staan waar ik in het zwembad stond. Die hebben we wel kunnen maken, maar de glijbaan mocht niet omdat ze anders reviews op YouTube stonden, maar dat mocht dus niet. Wij gaan nu lekker gourmetten. We zijn nu alles aan het klaarmaken. Ik laat dadelijk wel zien hoe dat eruit ziet en hoe de plaat er nu bij ligt. Maar sorry voor de zwemvlogs die er dan niet in zijn gekomen. Maar ja, het is niet anders hè. Het ene park mag het wel, het andere park niet. Maar hier dus niet. Jammer.
Oké, dankzij mij de gourmet stel staat aan. We hebben hier wat spulletjes klaargemaakt die dadelijk op gourmet kan. Champignons, stukjes hamburger, ananas die je eronder kan doen. Hier stukjes kip, als het goed is. En stukjes... En we hebben hier ook filetlapsen bij liggen. Daar hebben we shawarma liggen met twee verschillende sausjes. Barbecue saus en knoflooksaus. En hier hebben we een aardappelsalade en een huzarensalade. Dus dit gaat lekker worden. Dat weet ik nu al in ieder geval. Oké, jongens en meiden, wij hebben lekker gegeten. Alle vlees is opgegaan. Het is alweer lekker laat. Het is alweer avond. Laat op de avond, dus 11 uur. Ja, wij gaan nu slapen. Ik plak de vlog van morgen aan de vlog van vandaag. Omdat de vlog van morgen niet echt heel erg bijzonder anders gaat worden. Alleen terugreis naar huis van een anderhalf uurtje. Dus dat wordt niet echt heel bijzonders. Dus ik zeg tot morgen. En wij gaan nu de laatste nacht in de Eemhof. Ja, gaan wij slapen voor de laatste keer. Dus ik zeg tot morgen. Goedemorgen jongens en meiden, wij hebben vannacht heerlijk nog geslapen in Centerparks de Eemhof. Ja, wij gaan nu weer terug naar Zuid-Holland. Wij gaan de Eemhof achter ons laten. Ik ga nu wel nog de rondtour geven. Ik had al vanaf maandag beloofd dat ik die zou geven. Dus hier komt die. Oké, jongens en meiden, de rondtour. Ik zeg het nog één keer, 688 was ons huisje. De voordeur dan, dat hebben jullie ook gezien. Maar... Dit nog niet. Oké, we gaan hier naar binnen. Hier staan de vieze lakens nu van ons bed. Maar als we hier naar links draaien. En het licht wil aandoen. Hebben wij de wc. Lopen wij nu richting de keuken. Koelkast met fornuis. Lopen naar de badkamer toe. En een bad en hier een radiosysteempje. Hier hadden we dan een sauna. En hier de regendouche. Lopen we door naar de eerste slaapkamer. Daar sliep ik dan met mijn zus. Lopen we door naar de andere slaapkamer van mijn ouders. Bijna precies hetzelfde eigenlijk als onze slaapkamer. Alleen deze is iets groter. We lopen door naar de eettafel. Hier hebben we dan weer de veranda. Je hebt natuurlijk al een paar keer laten zien toen ik de vlog ging openen. Met het uitzicht erbij. Loop weer terug. Dan hebben we hier de woonkamer. Met tv. En dit was dan ons huisje eigenlijk. Nou oké, jongens en meiden. Daar gaan we dan. We gaan het huisje verlaten. Nou. 3, 2, 1. En dat was het. Wij gaan nu vandoor. We gaan uitchecken. En dan gaan wij terug naar huis. Dus de vakantie is weer voorbij. Oké, jongens en meiden. Wij zijn thuis aangekomen van het weekje weg.
We hebben een anderhalf uurtje over gedaan, was prima te doen. Geen file gehad, dus daar waren we blij mee. Ja, dus dit waren dus de vakantievlogs. Hopelijk vonden jullie ze leuk. Vergeet ook geen blauw duimpje omhoog te doen. En ja, te abonneren op mijn kanaal hier beneden natuurlijk. En ja, tot de volgende keer weer bij een nieuwe vakantievlog. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Laters. Jangaro, 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 janga